Het is altijd wel mooi om te zien, zo'n haakarm. Nou, dat was een mooi rondje van de zaak. Ik vond hem ook mooi. Hele goede morgen, we staan in Dodewaard. Het is lekker op tijd. Mijn wekker ging om 14:15. Ik weet niet hoe laat jouw wekker ging. Ja, een uurtje later. Uurtje later. Dit is Bart, we gaan vandaag met Bart mee. Op een wagen van Bunt. En Bunt doet in asbestsanering. Nou, daar gaan we vandaag van alles over zien. Ook vooral het ophalen en het wegbrengen. Wat gaan we nu doen? We beginnen hier in Bemmel. Een stukje rijden maar. Mooi om de hoek. Want er staan nu nog geen bakken op. Dus dan gaan we dan bakken opladen. En dan gaan we naar... Heerenveen. Heerenveen. En dan gaan we de spullen ophalen. Ja. Oh, de keeper? Keeper. Ja, twee bakken leegmaken. Oké, nou top. Ja. We gaan het allemaal meemaken. We gaan lekker instappen, want het is ook redelijk fris. Gas erop. Op het eerste adres. Bart, die hebben de bak al even gecontroleerd. De bakken zijn netjes. We hebben de aanhangwagen verderop neergezet, waar we gestopt zijn op de dronebeelden. Hij heeft nu die haakarm naar achter gegooid. Dan gaat hij de eerste bak gaat hij op de motorwagen zetten. Op die aanhangwagen kan je natuurlijk niet met een haakarm aan de gang. Dus dan gaat Bart die eerste bak op de aanhangwagen zetten. Dan komen we terug. Dan pakken we die tweede bak op. Die zet hij op de motorwagen. En dan koppelen we weer aan als combinatie en dan gaan we naar Heerenveen. Het is altijd wel mooi om te zien, zo'n haakarm. Stond heeft goud in de mond. Dat bedoel ik. Het is nu nog donker. We hebben twee bakken erop staan. Het is lekker stoffig hier, maar het is wel dik voor de beelden. Voor mezelf ook. Erachteraan te rennen, overal stof. Maar het ziet er wel echt bruut uit met al die verstralers, werklampen, noem het allemaal maar op. Want je hebt ook gewoon echt een veel grote verstraler op je dak. Ja, maar je ziet het. Je hebt het ook gewoon nodig, hè? Ja. Nodig, hè? Het is gewoon donker overal. Je staat vaak op van die afgelegen. Zoals dit is een beetje, niet echt een bouwplaats, maar het lijkt erop op. Maar jullie hebben hier alles gesloopt. Ja, alles wat je hierachter ziet is allemaal gesloopt. Er waren eigenlijk oude veilinghallen. Dat was bijna 35.000 vierkante meter. Dus. Zo, dat zijn wel echt... Gigantisch. Ja, echt niet normaal. En je zei het al, daar staat nog een klein stukje. Die moeten jullie ook nog weghalen dus. En al het puin afvoeren. Ja, maar puin afvoeren doen we niet. Wij hebben de asbest. Er zijn de laatste twee containers die nou weggaan. En dan ja, is het klaar. Top man. Het ging als een trein hier. Bak je erop, pak je eraf, pak je erop. Ja, super. Zo kwam het neer. We hebben dus alles vastgezet. Gaan we later, als het lekker licht is, gaan we dat allemaal uitleggen op de voorkant van de aanhangwagen, achterkant van de aanhangwagen. En hoe die zich lokt op de motorwagen. Want dat gaat dan volautomatisch en hoe dat de haakarm werkt. Dus we gaan nu lekker instappen. Dan gaan we naar Heerenveen. En daar gaan we deze bakken lossen op een stort. Of... Ja, op stort. Ja. Oké. Okay. Ja, kan het niet anders noemen. Nee, dus gaan we hem storten, keepen. Top, wij gaan de wagen in. En dan gaan we die kant op. Yo, super. Yo. Nou, links en rechts van ons worden allemaal containerbakken gewisseld. Bart die gaat het nu ook doen. Wat is het plan? Ik ga nou de aanhanger afkoppelen.
alles losmaken. Ja. En dan gaan we allebei de bakjes boven omkiepen. Super, dat is het. Ja, dat was het. En dan gaan we met lege bakken weer terug. Ja, klopt. Kan er niet meer van maken. Ja, dat is prachtig. Ga lekker je ding doen. Wij gaan erbij kijken. Ja, en dan, super. Ik gooi hem even los. Mooi. Hey, ineens zie ik die bakken op elkaar staan, maar we hadden net al heel veel laten zien, dus dat gaan we zo meteen uitleggen, want je gaat ze nu wel van elkaar afhalen. Ja. We gaan de aanhangwagen er even afzetten en dan gaan we meteen even een stukje verder lopen. Want hier zijn we dus bij een boer terechtgekomen die dus inderdaad asbest op zijn dak heeft. En dat kunnen we nu dus zien. Ja. Daar achter op de schuur ligt nog asbest. Jij zei al een tippie, als er mos op ligt. Dat is vaak wel asbest, ja. Dat gaan jullie morgen saneren. Klopt, ja. Dus er komt morgen een hele ploeg. Gaat alles afzetten. Ja. Allemaal deco erbij, helemaal compleet. Lintje eromheen. Ja. Strik erom. Ja, ook. Ja. Dak eraf. En wegwezen. Helemaal spatzuiver. Ja. En dan komt er weer een nieuw dak op en dan voeren jullie dus allemaal. Jullie halen het dus echt zelf vanaf. Jullie voeren het allemaal zelf af. Klopt. Zoals we net hebben gelost in Heerenveen, storten jullie dat weer. En we leggen er ook gelijk een nieuw dak op. Dat doen jullie ook? De platen en leggen nieuw erop. Dak. Dus ja, gewoon kanten klaar, helemaal perfect. Ja. En die boer is weer voorzien van een nieuw dak en alles is geregeld. Vandaag eraf en morgen erop. Super. Jij gaat dus die twee bakken hier neerzetten. Je haalt ze dus ook over van elkaar af. Ja. Dat kunnen we dus wel al laten zien nu. En dan gaan we straks ook laten zien hoe we ze opstapelen. Doe je ding. Super. Ik ga weer kijken. Yo. Die andere bak, moet die ernaast? Nee. Die nemen we mee. Een ander klusje hier in de buurt. Dus deze hebben één bak? Ja, één bak. Dan doen we even een zak in. Moet nog een zak in? Ja, als asbest gaat niet zo in de container, dan wordt de zak uitgevouwen. En die zak heb je bij je? In de aanhanger. Mooi, makkelijk. Kijk eens even, net de pakketjes. Hoppakee. Nou, doe ik voor jou de kistje weer dicht. Ja. Toppie, we kunnen. Oh, die kan erin gelegd worden en dan gaan we. Die jongens vouwen de zak uit en klaar is Kees. Super. Dus dan hebben ze in ieder geval die zak. Dus jij, we gaan dan met de motorwagen veen. Ja, dat is maar een heel klein stukje van de vier. Dat is een ander klusje. Dus die bak zetten we even neer en We pikken de aanhangwagen weer even op en dan gaan we naar Lelystad. En daar staan bakken weer voor jullie. Ja, dan zijn ze ongeveer nou klaar met saneren. Dus, super. Hoeveel van die bakken hebben jullie eigenlijk? 40. 40 stuks. En jij bent de enige die mee rijdt? Ja. Je hebt gewoon 40 bakken voor jezelf. Jazeker. Mooi hobby, hè? Nou, laten we die andere bak weggooien. Ja. We afzetten. Dit ging wel mooi, hè? Bakje er ook weer vanaf. Het werkt spatzuiver. In band is de klus weer geklaard. We hebben de aanhangwagen erachter. We zijn nu helemaal plat kar. En dan gaan we naar Lelystad. Daar staan ze ook te wachten. In ieder geval, er staan 4 bakken. 4. Super dik. En dan mag ik even rijden met 4 volle bakken. Vol toch? Van Lelystad naar Lelystad. Ja, dikke ritten. Ik moet niet in slaap vallen natuurlijk. Dus we gaan mooi toeren weer. Ja, super. Zin om. Yo.
zijn met de platte kar in Lelystad aangekomen. Hier staan 4 bakken, die gaan we zo meteen op elkaar stapelen, maar we mogen er nog niet op. En waarom is dat? Nee, de trein is nog niet vrijgegeven, daar zijn ze nou aan doen. Ze zijn alles aan het controleren en dan, als alles goed is gelukt, en dan kunnen we opruimen en de spullen meenemen. Top. Ja, dit bord schrikt al genoeg af, dus laten we er ook vooral niet overheen gaan. Dan wachten we even tot hij klaar is en dan gaan we ze op elkaar stapelen. Super, doen we. We staan even in de bakje om te laten zien hoe ze dus die dakplaten er vanaf halen. Ze halen dus met 2 masta's erin, toch? Ja. En dan halen ze die dakplaten eraf, die leggen ze hier neer. Een stapeltje. Ja. En dan, ik word kotsmisselijk nou je eruit. Daar staat het heftruckje. Oh ja. En dus als ze alles beneden hebben, want ik heb dus wel zo'n pak aan. Ja. En normaal gesproken hebben ze echt van die gasmaskersachtige systemen. Klopt. Dan leggen jullie een aantal platen hier neer. Als er dan een x-aantal platen liggen, dan gaan jullie weer naar beneden. Haal dat bakje ze er vanaf, gooien ze bij jou in de container. Want al die 40 containers zijn voor jou. Ja, klopt. Nou, dat was hem voor hier. We gaan die bakken opladen. Ah, weer alles veilig. Ik leef nog. Nou ja, het dak is dus helemaal kaal. We gaan het hier allemaal opruimen. Wij gaan die bakken meenemen. En het is mooi dichtbij, want in Lelystad zelf... kunnen we ook die bakken weer legen, toch? Ja, 10 minuten dus rijden ongeveer. Dus. Oh, nou, dat is mooi makkelijk. Die kan ik mooi rijden met volle bakken. Dat haal ik nog wel. Dus we gaan het hier even klaarmaken, het wagen klaarzetten. Dan kunnen we door. De aanhangwagen zit er weer achter. Nu heb ik wel gezien dat je aan de achterkant 2 van die ratels hebt, maar zet je hem aan de voorkant ook nog vast? Ja, klopt. Hier gewoon met de ketting. Die gooi je om de stang heen. Ja, want hij zit natuurlijk wel helemaal tussen die rails, hè? Dus hij kan eigenlijk geen kant op. Nee, hij kan niet naar links of naar rechts, maar hij kan natuurlijk nog wel achter eraf. En wat doe je ermee? Je trekt je mee naar voren toe. Je haalt hij helemaal aan. Oh, je trekt gewoon eigenlijk compleet die bak naar voren dat hij er strak tegenaan zit. Ja, dan en dan hangt hij erin vast. Ja, dan kan hij niet naar achter. En dan doen we achter nog 2 ratels erop en klaar. Ja, precies. Want om dan meteen over die voorste te beginnen. Die heeft 2 haken. Ja, die vergrendelt zijn eigen onder de auto zelf. Automatisch? Ja. Op het moment dat hij vaststaat? Ja, klopt. Nou, die haken halen dus hier vanaf. Nu is hij los. Even deze verrecht. Kan je hem hier achter hangen? En kan ik hem nu meteen dicht ratelen? Ja, ja, ja. Vast is vast, denk ik? Ja, zeker. Zo. Super. Nou, best denk ik voor die 10 minuten. Ja, ja. Om het plaatje even af te maken, hebben we hem vakkundig achteruit gereden. Hebben we hem even binnen gezet. Nou ja, binnen slash buiten, omdat ze natuurlijk het dak er vanaf hebben gehaald. Maar wat klinkt er nou binnen en een beetje buiten lekkerder dan een open pijp?
meteen van onderuit al, hè. 1100 toeren. Lekker hoor. Hoe lang zit je bij Bunt? Klein anderhalf jaar nou. Ja, en je hebt de overstap gemaakt, want je dacht dat die afzetbakken en combi, dat is wat ik. Ja, klopt ja. Ik wilde vroeger altijd al graag met een combi rijden. En helemaal met afzetcontainers, dus nou kwam die kans er en toch maar eens proberen. Ja. Ja. Heb je als enige afzetbakken containerauto? En 40 containers tot je beschikking. Ja, dat klopt ja. Dat is wel mooi. En een eigen planning ook. Eigen planning, ja, je bent toch de enige auto. Ja, ja precies. Ja, dus je kunt mooi zelf allemaal invullen. Hey, en hoe oud is die auto ongeveer? Want je zit er nu anderhalf jaar. Ja, hij is nou in april is hij 4 geworden. 4 jaar oud. Oké, okay. Dus er heeft toch een andere iemand opgezeten ruim 2 jaar. Ja, klopt ja. Ja, die heeft een nieuw gekregen. En er zat wel een open pijp onder, wat ik begreep, maar niet zo lang als dat hij nu is. Nee, er zat wel een klep onder met een pijp naar achter, maar als je dan toch een motorwagen hebt, hè, dan kan wel pijp onder, dan, dan moet er ook gewoon wat meters onder liggen. Ja, precies. Heb je dus ook wat extra ruimte, dus je hebt even een paar krulletjes weer terug en dan naar je achterwiel. Ja, klopt ja. Ja, hij klinkt wel echt waanzinnig hoor. Ja, dat heb ik al een paar keer gezegd, maar het is ook echt zo, want ik weet niet of dat beeld goed overkomt, maar soms zijn die klappen zo hard, dat is echt... Ja, echt dik. En dan sta je ernaast of net in die open schuur ook te klapperen. En dan doet het gewoon bijna echt letterlijk zeer aan je oren. Trouwens, deed gewoon zeer aan mijn oren, want het was gewoon echt hard. Maar ja, ik vind dat echt machtig, jongen. Ja. Het blijft mooi, het is gewoon lekker. En dan uit zo'n diesel, vrachtwagen, wat iedereen denkt van een trage vrachtwagen, zwaar. En rijdt die door en dan komt er toch zo'n bruut geluid bij. Dat vind ik gewoon machtig. We hebben een mooi toertje binnendoor gehad naar Barneveld, omdat er wat file stond op de snelweg. Daar konden we ook even mooi af en toe met de pijp open, even lekker klapperen, dus dat was super dik. Vanuit Lelystad, in Lelystad heeft Bart die 4 bakken die we bij de boeren vandaan hadden gehaald in Lelystad, heeft hij gelost. Dat wordt op een aparte manier wordt het eigenlijk weggelegd. Want dat wordt, in die pakketten wordt het gewoon weggelegd, er wordt er zand opheen gegooid en dan wordt het eigenlijk een steeds hogere berg, want jullie gaan het ook steeds hoger lossen. Ja. En wat gebeurt er dan uiteindelijk mee? Eigenlijk niks. Het kan niet verwerkt worden, hè, als best. Dus het zal ooit een keer een skiberg worden of zo. dan kan je het meeste van asbest afskiën. Ja, zoiets. Ja, grappig. Maar ja, dat is dus ook omdat het zo'n rotzooi eigenlijk is dat je er niks mee kan. Nee. Dus dan doen ze het op die manier. Ja. En is het in ieder geval weg, heeft niemand er meer last van. Ja. Punt. Nou, dat hebben we dan gehad. Dat was in Heerenveen en in Lelystad. Nu zijn we aangekomen in Barneveld, wat ik al zei. Dan gaan we deze 4 bakken neerzetten. Het is een beetje aan de krappe kant. We hebben de wagen weer aangezet. We krijgen een spoedcursus bakken, haak, bakken, afzetten. Ja, klopt ja. En hoe werkt het? Nou, anders begin eerst even met de PTO aan te zetten. Heb ik gedaan? Ja, heb ik gedaan. Ja, zeker. Dan kun je hem hiermee ontgrendelen en vergrendelen. Ja. En hier schuif je de bak mee naar achter en naar voren. En daarna ga je hem echt afzetten. Kiepen, zeg maar. Ja, ja. Klopt ja.
Heerlijk, dit was hem weer. We staan in Barneveld. We gaan hem hier afsluiten. Ik vond hem wel eventjes een lastig dingetje hoor, dat bakje afzetten. Knopje open, naar achter schuiven, hendeltje naar achter. Op die hendel weer een speedknop of zo. Dan gaat hij weer hoger in toeren. En dan komt die bak op de grond. Dan moet je je rem loslaten. Maar dan moet je een beetje aanvoelen wanneer die gaat rollen. Een klein beetje gas erbij, maar dat is natuurlijk niet mijn dagelijkse ding. Ik weet wel aankoppelen, afkoppelen, op een rotonde afrijden. Maar dit is weer wat anders met die bak erop zetten of eraf zetten. En als ik jou dan zie, het ging goed. Ja, ik heb ze voor mijn doen knap neergezet als het voor de eerste keer is. Geen makkelijk adresje op een industrie ergens achter. Nee, die hebben we niet, nee. Nee, ja, je komt natuurlijk altijd op van die plekken waar een schuur ergens achter staat met een oud dakje en dat moet er vanaf. Maar het is wel ook echt teamwork bij jullie, hè? Want de ene jongens die zetten hem vol, je hebt een kraanmachinist, die helpt ze er vanaf halen. En dan worden die bakken gevuld, dan word jij gebeld. Of als ze lege bakken nodig hebben, dan word je uitgebeld. Ja. Want dat hebben we al gezegd, je moet 40 bakken alles alleen doen. Als het nou echt heel druk is, kom je dan, springt niemand bij? Nou, dan worden dagetjes langer. Ja, nou, heerlijk, hè? En gewoon doorklapperen. Ik hoop dat je ook een mooi dagje hebt gehad. Ja hoor. Ja? Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Ja, Bart, ja hoor. Ja. Net een mooi dagje zo. Halve dagen. De halve dagen, ja. En als het druk is, doen we hele dagen lekker klapperen. Ik wil jou bedanken voor alles. Ik vond het gezellig. Ja, top man. Ja. Nou, dit was hem dan. Kniepie Kniepie Kuipers on Tour met Bunt. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vonden jullie het een dikke video? Laat een reactie onder of een duimpje wat dat gewaardeerd. Abonneer is gratis. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe Kniepie Kniepie Kuipers on Tour. Bedankt. Hoi. Hey, de cameraman wordt. Ik vond hem ook mooi. De vallende hond, maat. Morgen. Hij schrikt zich helemaal kapot.